zeker niet jezelf. Maar hij zit er niet goed in. Het is one zo. Hij zit er goed in. Okidoki. Martin en Marco, jullie gaan wel praten met elkaar. Wanneer gaan we live? 8 minuten. Nog 8 minuten. 8 minuten. Spannend. Ik ben altijd heel kort van stof. Dat heb je wel, hè. Hey, maar M2-makelaars, ik hoor net van jullie bestaan al 15 jaar. 15 jaar? Ja, dat is buitengewoon. Maar ja, zo lang ken ik jullie minstens al. Dat gaat misschien al 30 jaar terug of 40. Ja, weet ik. We hebben al twee crisis overleefd. Hè? Dus dit crisis en de coronacrisis. Dus, En voor de mensen die jullie nog niet kennen, kunnen jullie zelf heel even kort voorstellen? Ja, dat is Marco. Dat is Martin. Vertel dat. Ik woon in Vlissingen. Getrouwd, kinderen. Al makelaar sinds 1996, dus echt wel een hele poos. Ja. Daar ken ik Martin ook van. Bij onze vorige werkgever hebben we elkaar leren kennen. En uiteindelijk een keer de stoute schoen aan getrokken en een bedrijfje begonnen. En hadden eigenlijk zelf ook niet echt gedacht dat het zo'n succes zou zijn. Maar, het is gewoon een bekende naam. M2 Makelaars, je ziet de borden vaak hangen. Ja. Nou ja, ik vroeg me nog af, zitten jullie nou meer aan de andere kant van Walcheren? Maar eigenlijk zitten jullie op het hele eiland wel, toch? Eigenlijk heel Midden-Zeeland. Ik ben Middelburg geboren en getogen, dus ik vind de panden in Middelburg, daar ken ik alle scholen, winkels, ook wel belangrijk als je makelaar bent. Ben jij Middelburg geboren? Ja. Ik heb helemaal gedacht dat jij echt aan Skappel was. Poosje aan Skappel gewoond. Tot mijn 10e in Middelburg gewoond, daarna Oost-Capelle en toen weer terug naar Middelburg. Dus allebei leuk, hè? Ik hou van het strand, maar ook van de stad. Dus vlakbij de Nadelsweg. Dus een supermooi plekje. Echt blij mee. Nou, en we staan nu op de Noordweg. De Noordweg 134 om precies te zijn. Ja. Ja. En daar gaan jullie een live bezichtiging organiseren. Nou, daar ben ik daar nog nooit bij geweest. En ik ben ook niet van plan om mijn huis te kopen, dus ik ken het fenomeen niet zo goed, maar dat doen jullie uiteraard vanwege de coronacrisis, of? Zo is het begonnen uiteindelijk, zeg maar. Hè. Alles wordt nu een beetje losser met de coronamaatregelen, maar goed, mensen kunnen van achter hun pc of laptop of telefoon kunnen ze gewoon volgen, zonder dat je hier fysiek bij aanwezig moet zijn. Dus dat had zeker in het begin van de corona had dat veel voordelen. En ook voor de verkoper is het wel fijn, dan komt niet iedereen over de vloer die het mogelijk dan toch niet echt leuk vindt. Dus wij laten straks gewoon het huis helemaal zien, van onder naar boven, binnen, buiten. En mensen die het dan echt leuk vinden, kunnen uiteraard voordat ze definitief een huis kopen, hier nog een keer echt komen bezichten. Ja, want mensen willen toch altijd maar zeggen, ja, je hebt normaal gesproken ook de foto's, maar dat is dan voor veel mensen toch niet genoeg om het echte gevoel even te krijgen. Maar een filmpje wel, helpt dat? Ja, dat vinden mensen gewoon echt wel leuk. Wordt achteraf ook, we kijken een aantal mensen zeker live, maar achteraf wordt ook nog best veel nabekeken. Dus, we zetten ook online daarna, dus je ziet, mensen vragen bijna altijd wel aan mensen. Je merkt dat iedereen die komt kijken, heeft hem ook eigenlijk altijd wel bekeken. Dus, dus achteraf of live, een van de twee. Dus, Final countdown. Goedemiddag, welkom bij de Noordweg 134 te Middelburg. Enkele weken geleden hadden we ook twee huizen in de straat te koop, maar die zijn alweer verkocht. Maar we hebben verse voorraad, een prachtig huis, Noordweg 134. En ik laat jullie dat met veel plezier zien. Volgen jullie mij, dan gaan we even binnenkijken. Maar super handig en praktisch. Hier ligt een mooie natuursteen vloer met, zoals dat heet, metrotegeltjes aan de wand. Als je aan het koken bent, heb je een prachtig zicht op het straatbeeld. En als je even intiem wil eten, kun je middels de schuifdeuren. Het is dus originele glas in lood schuifdeuren. Kun je apart creëren. Dus je wandelt zo de tuin in vanuit de kamer. Dat is allemaal heel goed geregeld. Dan laten wij een kopje stip. Het kan een parkeerstrook zijn voor jezelf, moestuin. Je kunt er natuurlijk ook misschien nog een carport van bouwen. Dat is erbij gekocht. Dus de brandgang is netjes aangelegd, zodat iedereen een vrije achterom heeft. Hier loopt nog een gemeentelijk pad naar de Noordweg toe. Ook dat is wel heel bijzonder, dat je in de Noordweg, waar parkeren soms toch wat lastiger is, dat je hier met je eigen auto kunt komen. Kinderen kunnen zo wandelen naar de scholen toe. Daar is de vrije school, is daar, christelijke school, openbare school. Alles is echt op een paar minuten wandelafstand voor de kinderen, zonder dat ze een drukke weg hoeven over te steken. Nou, we hebben vandaag een speciale gast, Marco. Edwin Mijnsbergen van Wij Zijn de Stad. Die wordt eigenlijk op het moment van twee kanten gefilmd. Nou, de garage is... kleedkamer geworden.
met een trap naar de bergstotten. Daar zie je echt de oude spanten nog. Kijk je helemaal tot in de nok. En dat is echt wel leuk. Het is wel zo dat hier een compleet nieuw dak op. Dus je hebt ook geïsoleerde dakplaat. Dus het, nou, het is de wasstraat, wasverdrogen, alles is hier aanwezig. En je hebt hier ook direct toegang tot je achtertuin. Waar je zo weer naar de garage toe loopt. Zo zijn we eigenlijk wel rond in dit huis. Het is gewoon leuk. Ja, nou, en dan even heel kort over dit pand, want daar heb ik de ballen verstand van, maar ik wil altijd als eerste weten wat kost dat nu? Nee. Ja, maar, ja, mag je daar wat over zeggen of is dat niet de bedoeling? Ja, 321 en nou ja, goed, het is natuurlijk een prachtige plek vlakbij de stad. Ja, en een mooie tuin zie ik, maar wat is dit voor huis, wat voor bouwjaar? Ja, het is natuurlijk een oude woning, dus dat zijn jaar of 100 jaar of zo, denk ik, zo in mijn hoofd. Ja, de Noordwijk is natuurlijk heel geliefd in Middelburg. Ja. De oude karakteristieke panden, sfeervol, alleen ja, het is altijd de vraag waar stap ik in? Is het gerenoveerd? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Want anders heb je natuurlijk echt donders voor werk als een huis. Ja, dit is natuurlijk... Dat ziet er allemaal behoorlijk strak en nieuw uit. Mensen hebben er netjes voor gezorgd. Dus. En voor gezin is het ook echt fijn, want het is echt wel bijzonder. Dit heeft 4 slaapkamers, dat zie je niet vaak in Noordwijk. Soms 2, 3, 4 is best wel bijzonder. Toilet, we gaan straks zien. Toilet natuurlijk op de verdieping ook, dat is ook wel fijn. Klein werkkamertje beneden, goede tuin. En ja, alle scholen zijn hier op echt wandelafstand. Hè? Dus het is op zich voor gezin. Ja, het is echt een toffe straat. Dit, ja. Ja, niks van jou, Edwin. Nou ja, wij wel. Heel soms kijken we wel eens naar, maar we wonen in de binnenstad ook zo graag. Ja, misschien iets te klein, maar ja, het is gewoon heerlijk. En ja, je weet, ik wil niet al te veel moeten rollen, maar de plek waar ik graag zit. Nou super, dankjewel. Okay.